hebben jullie als juniorkamer Vechtdal een geweldig evenement georganiseerd. Ja, dankjewel. Ja, de eerste Vechtdal GP hier in Ommen. Daar zijn we een jaar geleden mee begonnen. En nu dan de eerste keer. En een geweldige dag, een heel mooi evenement. Ja, want de juniorkamer Vechtdal, wat doet hij precies? Dat zijn ondernemende mensen tussen de 25 en 40 jaar. Met 40 jaar dan moet je eruit. En wij, het is ook onderdeel van een internationaal netwerk. En wij proberen leuke activiteiten te organiseren. Waar we ook nog wat overhouden voor het goede doel. En daarnaast is het bedrijfsbezoeken, leuke tijd met elkaar hebben. Ja, gezelligheid. Ja, vandaag dus een geweldig evenement en een goed doel. Inderdaad, het goede doel is de Winststichting. Wij hopen aan het eind van de dag een mooi bedrag aan de Winststichting te kunnen overhandigen. Ja, samen met de 30 bedrijven en alle sponsoren die dit evenement hebben mogelijk gemaakt, houden we een mooi bedrag over. Ja, hoe ziet deze dag eruit? Nou, we hebben 30 bedrijventeams en een team bestaat uit 1 captain en 4 rijders. En die strijden hier tegen elkaar. Ja, en dat is vanochtend om 10:30 begonnen. Om 11:45 de eerste race, afgevlagd door de burgemeester van Ommen, meneer Vromen. Nou, nu is volgens mij de laatste heat aan de gang. En dan gaan we nog even gezellig eten met elkaar en dan, ja, dan is het afgelopen. En nog geld tellen. En nog geld tellen wat er uiteindelijk overblijft voor de Winststichting. Klopt. Oh, wat mooi, ja. Ja, schitterend. Fantastisch evenement. Het was wel wat fris. Nog even een hagelbuitje tussendoor gehad. Maar al met al, ja, geweldig. Ja, en aan het einde van de dag ziet het er goed uit, hoor.